Ja, laat ik beginnen, vrienden, bij Naveltruitje. Ja, want we hebben zoveel te bespreken weer over de BNB vol liefde. Dus ik val gelijk maar met de deur in huis. Naveltruitje, ja, bij de ware insider, beter bekend als de Lange Leegte. Ja, Lange Leegte, die had dus iemand nodig om vragen op te stellen voor haar date. Die moesten vragen voorzeggen. En die ging ze toen ook nog even op de telefoon zitten. Ja, ja. En ging ze van op de telefoon voorlezen. De geweldige vraag. Wat zijn je slechte eigenschappen? Ja, ja, ja. De Lange Leegte. Ja, ze deed haar naam weer alle eer aan. Ja, ja. Er zit zo'n prachtige galm in dat hoofd. Ja, daar is een echo put jaloers op. Nou, we schakelen snel door, vrienden, naar Arrivederci en al zijn avonturen. Maar die Arrivederci, dat is ook een verhaal zonder end. Want die zit dan ineens met zo'n wijkverpleegster, die noem ik even voor het gemak, ja-zuster, nee-zuster. En die ja-zuster, nee-zuster, ja, die ziet het nu, die zit de hele tijd met die ex. En ja, die loopt maar door dat gebouw rond en die bemoeit zich overal mee. Dus ja, en Arrivederci, die snapt dat allemaal niet. Dus ja, en die gaat dus nu, want zij heeft hem verteld, ja, dat wordt niks met jou. Dus die ging er weer vandoor, ja, zussen, nee, zussen, dus die gaat weer weg. En ze heeft alleen maar tegen hem gezegd, jij moet maar eens goed nadenken hoe dat moet met die ex. Dus gaat Arrivederci nu, die gaat reflecteren, vrienden. Ja, reflecteren. Ja, ja, ja. Dat betekent, die gaat dus de hele tijd met zijn spiegel staan. Oh, jezelf in de spiegel aankijken en dan tegen jezelf praten en jezelf moeilijke vragen stellen. Ja, en dan moet je afdalen in de krochten van zijn eigen ik. Hey, reflecteren. Hey, reflector. Hey, Arrivederci, hou op. Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon een kerel zijn, een keer. Wees een kerel. En pak jezelf onder de arm. En hup. En voorwaarts. Wij schakelen snel door, vrienden. Ja, ik zei het al, we hebben veel te bespreken. Naar Oostenrijk. Want daar is precies gebeurd wat ik al zei. Ja, het leugentje van onze Harm-Jan, de huisman. Ja, die huisman, die had dus geblufft, dat hij had gezoend met Jodelaïti 2. Maar ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, en Jodelaïti 2, die werd daar natuurlijk boos, ja, kwaad over. Ja, ja, ja. Oh, die houdt niet van stoere mannenpraatjes. Daar heeft ze dus geen zin in. En hij werd even ter verantwoording geroepen. Deze, het is toch wel een softie ook, hè. Die huisman. Oh, het is ook zo'n verschrikkelijke ja-knikker, dit. Oh, die kan zo in het Drentse landschap gezet worden. Deze huisman. En hij ging diep door het stof. Ja-knikkend en al. En hij zou het nooit meer doen. Goed, die is op achterstand gezet nu. Want, ja, nu rukt die Ruud, die spion, weet je wel, die belastingvogel, die spion die rukt nu op. Ja, en die begint nou ook ineens ook huismanneigingen te krijgen. Dus die zit ook te helpen en slijm bij Jodelaïti 2. Maar ja, wat blijkt, Jodelaïti 2, die heeft dus een enorme dwangneurose. Ja, want wat blijkt, de kopjes, die moeten allemaal dezelfde kant. De oortjes van de kopjes moeten allemaal precies hetzelfde staan. Het dwangneurose, wat heb ik jou daar? Ja, ja, ja. En dat komt, vrienden, van stress. Ja, tuurlijk, dat komt van stress. En ja, die vrouw die staat zo verschrikkelijk onder stroom. Maar ja, goed, dat komt goed uit. In deze tijd, ja, met die hoge energierekeningen. Ja, maar goed, die gozer maakt ook geen kans. Niemand, dat weten we nu wel helemaal zeker. Niemand maakt een kans bij de Jodelaïti 2. En ik heb het al eens eerder gezegd. Dat komt een beetje door Oostenrijk, vrienden, volgens mij. Ja, die bedompte lucht tussen die bergen. Het waait daar nooit eens lekker door. Weet je wel, lekker een frisse wind. Even, ja, en dan krijg je van die rare gedachtes allemaal. En daar heeft zij nu last van. Nou, ik kan niet wachten, vrienden, weer op de volgende avonturen in Oostenrijk.